FC Utrecht, dat is vast een club. Joost Broers, allereerst van harte welkom hier bij de sportvereniging. Onwijs tof dat je even tijd hebt gemaakt. Hoe heb jij hier je tijd bij FC Utrecht ervaren als speler? Nou, geweldige tijd. Ik heb natuurlijk twee periodes gehad bij FC Utrecht. Hè. Als jeugdspeler had ik het genoegen om op mijn 17 al jong Utrecht toen te spelen. Maar ook voor mij een beetje in deze periode, november, december, praten over het jaar 97, op de bank te zitten. Dat was heel bijzonder, de periode van Mols en van Loen. En gelukkig kwam ik in 2003 weer terug. En dat was een fantastische tijd eigenlijk. Utrecht had natuurlijk een paar keer op rij die bekerfinales gespeeld. Dus er zat Europees voetbal in. Ja. Het jaar daarvoor van Feyenoord gewonnen. Dan kreeg ik mijn eigen bekeravontuur met die goal tegen Sparta, waar ik heel veel aan herinnerd word. En de finale tegen Twente, ook weer Europa in. Ja, dus eigenlijk een hartstikke mooie periode. Het is nu 1 december, dus ook het zwarte randje met Di Tommaso natuurlijk heb ik... daar heb ik een rol in gespeeld, dat ik op zijn plek mocht spelen. En dat is, hoe was dat? Ja, dat was... Nou, ik omschrijf het nu altijd als eervol, weet je wel. Uiteindelijk, hij valt weg en iemand moet op die plek spelen. En dat ik het dan deed, ja, ik denk, wat heb ik te verliezen? Ik kan alleen maar zo eervol mogelijk doen. En het was natuurlijk heel vreemd en surrealistisch. Maar uiteindelijk, voetbal draait ook weer door. En dat uiteindelijk heb ik nog wel best wel een redelijk seizoen van gemaakt. Maar het is natuurlijk, was een verschrikkelijke periode. Maar ook dat tekent wel die periode. En we staan hier ook op de Bunnik-site vandaag natuurlijk. En met alle sport in het stadion. Hoe we dat moment hebben opgepakt met de spelersgroep, met de hele kantoor, met supporters. Hè. Het is fris vandaag, maar hè, we voelen nog steeds hoe het die avond hier in de Galgenwaard was. Speech van Jan Paul. Dus dat blijft voor eeuwig een emotioneel moment. Volgens mij scoorde jij ook nog in die wedstrijd dat je Heffenving op zijn plaats. Volgens mij die wedstrijd daarna scoorde jij ook gelijk, hè? Ja, we hadden eerst Groningen hier thuis. Die verloren 2-0. Was een heel, heel rare wedstrijd. Daarna Willem II uit. Scoorde ik de winnende inderdaad. En hoe ik het vaak dan in interviews vertel is dat ik tegen Sander Keller zei. Ik ga naar voren straks en ik score. Alsof ik gestuurd werd, ja. Typisch. Ja. Je bent tegenwoordig commercieel manager hier. Kan een beetje in het kort omschrijven wat dat inhoudt? Kan ik zeker. Sinds september vorig jaar hier terug bij de club. Commerciële functie. Ja, zorg voor sponsoring en partnerships. Dat is een groot gedeelte van de inkomsten waar Utrecht het naast ticketing en tv-gelden van moet hebben. We moeten zorgen dat die business tribune voller raakt. Dat er meer bedrijven uit de regio naar FC Utrecht gaan. Nou, dat doen we met een heel team. Dat stuur ik dan aan. En zorgen dat er grote bedrijven naar FC Utrecht komen. Dat is makkelijkst om te omschrijven. Hoe is jouw relatie altijd geweest met de Bunnik-site? Voor mij wel goed. Ik was wel iemand die ook gewoon graag in supporters home kwam en contact maakt met de supporters, dus dat is goed. Als speler weet ik, dan was er een gedeelte altijd voor mij en een gedeelte wat minder voor mij, laat ik het zo maar zeggen. Maar uiteindelijk ben ik altijd gewaardeerd, want ik stond er altijd. Ik ben blij dat ik niet speelde in de periode van de VAR, want ik hield ook al van uitdelen. Maar mijn band was goed en was er een feestje, dan stond ik voorop. En was het moeilijk, dan stond ik ook voorop, dus dat maakt me niet uit. Spelen vandaag tegen RKC. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik verwacht natuurlijk dat Utrecht het spel gaat maken. En dat we gewoon een goede pot neerzetten. Eigenlijk een goede overwinning. Daar zijn we ook wel aan toe. Ik hoop natuurlijk een beetje op het scenario als Fortuna Sittard. Ja. Maar ik ben wel altijd een beetje voorzichtig met dit soort tegenstanders. Want iedereen denkt, je gaat er maar overheen. Vroeg scoren. Druk blijven zetten. Wel oppassen voor RKC. Want die voetballen aardig. Hebben snelle voorhoedenspelers. Maar uiteindelijk, ja, een beetje klassiek verhaal, maar wij hebben meer kwaliteit en we moeten gewoon winnen hier en dat gaat ook gebeuren. Voorspelling? 4-0. Doe het voor Joost, hartstikke leuk dat je hier wil zijn en we gaan even de sporten zo. FC Utrecht, dat is vast een club. FC Utrecht, de win en wereldcup. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal. Utrecht doorgaan, dat is het parool.